Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Wij zijn onderweg naar Duitsland. Oftewel, we gaan nu zo meteen de auto instappen. We gaan naar Duitsland. We hebben er super veel zin in. Eindelijk is het 28 december, dit jaar een dag eerder. Maar we gaan vuurwerk shoppen in Duitsland, mensen. En ik ben super benieuwd hoe druk het daar is. Nu al. Dus we gaan zo meteen eerst naar de Lidl, dan naar de Aldi, dan naar de Kaufland. We gaan dikke inkopen doen. Zoals jullie kunnen zien zijn we dus onderweg. En het is heel erg rustig op de weg. We moeten op dit moment nog 52 minuten rijden en dan komen we aan. Ik ben super benieuwd hoe druk het daar is. Ik verwacht wel een enorme drukte. We zijn wel iets eerder dan vorig jaar. Kijk wat ik hier zo heb. Elektrische aansteker. Hij doet het nu niet omdat hij aan de lader hangt. Van jouwtech.nl. Als jullie hem willen kunnen jullie hem ook voor oud en nieuw hebben. Jouwtech.nl met de kortingscode PYROTEAMDELFT. Hebben jullie 10% korting op deze Torch. En ik weet uit bronnen dat als jullie hem nu nog bestellen, dat hij dan voor oud en nieuw nog in huis is. Wij laden hem nu ook even op. Want dus als we zo meteen natuurlijk thuis komen met het vuurwerk en zo. Vanavond gaan we sowieso ook even afsteken. En dan hebben we een gevulde aansteker. Dus dat is wel zo handig. Ook windbestendig. We zijn nu onderweg naar Emmerich, zoals jullie, de meeste van jullie wel weten. De infovideo staat al online natuurlijk. We gaan super veel inslaan. De Artus, de Alligator, alles wordt ingeslagen. Het wordt een fantastische koopochtend, koopnacht. Ja, en dan ook in Nederland. Het wordt echt een koopdag gewoon. Klopt. En als we dadelijk thuis komen, gaan we deze video dus editen. Of dat ga ik doen en dan pleur ik hem online. Maar dat proces is al gebeurd, anders zien jullie deze video niet. Ja. En daarna gaan we door naar de winkels in Nederland. Want daar hebben we ook een aantal bestellingen lopen. Ja, zeker. Het zijn ook aardige bestellingen. Aardige winkels. Skut, skut. Bekende tegen op de snelweg en super dik natuurlijk. Fucking ziek. Kijk dan. Keihard man. Dit hebben we echt nog nooit meegemaakt. Nee man, mensen gewoon. Op de snelweg wordt er gewoon ons. Ja, ze willen ons heel de tijd inhalen en dergelijke. Ja. Maar goed, als jij degene bent die in deze auto zit ja, en zo naar jou. Ja, laat het even weten in de reacties. Je bent een echte trouwe kijker, anders kan je natuurlijk niet weten dat wij dat zijn. We zijn ergens nu vlak bij Duitsland, in ieder geval vlak bij de grens. We kwamen er net een bordje tegen met Veenendaal. We staan even te chillen hier zo op een locatie. En gelukkig hebben we hier een studiolamp. Maar in ieder geval, we gaan zo meteen dus door. Over een half uur komen we aan, eindelijk. We gaan eerst naar de Lidl. Waarom? Omdat eigenlijk de Lidl het meest populair is van alle winkels. En je eigenlijk het ook het langst moet wachten. Hebben we vorig jaar kunnen zien in de video's dat we daar eigenlijk 2,5 uur stonden. Het is nu ook best wel koud eigenlijk. Ik had verwacht dat het niet zo koud was. Ja, het is ontzettend erg hopen op dat we eigenlijk een hele korte rij hebben. Maar goed, we hebben best wel speling, want we komen om 5:15 ochtends al aan. Het is op dit moment volgens mij 5:15. En we gaan snel naar de auto weer in, want wie weet staat er wel een hele kleine rij. Laat sowieso ook even allemaal een like achter. Misschien kunnen we wel de 5000 likes halen. Normaal gesproken vraag ik nooit om likes. Maar de 5000 likes zal toch wel haalbaar moeten zijn. Geeft ons een hele erge boost. Kleine moeite, dus alsjeblieft. Water. We zijn op 2,1 kilometer afstand van de Lidl als het goed is. 2,1 kilometer. En we moeten hier naar links. Dus ik ren even af en dan komen we als het goed is gelijk al bij de Lidl. Jullie kennen de locatie in Emmerich. Ik vind het wel drukker dan normaal, dus ik ben super benieuwd of dat ook dadelijk bij de Lidl het geval is, maar zal wel. Ieder jaar denk ik namelijk van, het is zo rustig op de weg in Nederland, het zal wel rustig zijn in Duitsland, maar dat valt dan vies tegen. Dus jullie zullen zo meteen zien, zo donker, hè? Jullie zullen zo meteen zien dat het super druk is bij de Lidl. Want daar wacht je altijd het langst. Vorig jaar hebben we er 2,5 uur gestaan, zoals ik net al zei. En ik hoop dat we dit jaar iets eerder weg zijn. Het zou wel chill zijn. Daarachter wordt natuurlijk alles geladen. Voor de mensen die zich afvragen. Of wanneer jullie bijvoorbeeld op een later tijdstip gaan. Ze komen hier zo vaak met ladingen. Daar wordt dan weer een nieuwe lading afgeleverd. Super druk, zoals jullie kunnen zien. En dat te bedenken dat het pas 6 uur is.
We hebben 3 kaartjes. Het schiet nu wel aardig op. We zijn al lang uit de rij. En daar aan de overkant zie je al een rij als je het goed kan zien. Daar zie je de Lidl teken. En ik denk dat we binnen nu in een 35 minuten wel aan de beurt zijn. Foldertjes zijn gevuld. Liggen in de car. Want je hebt sowieso een car nodig. Iedereen moet namelijk 1 car hebben minimaal. En anders mag je niet naar binnen. Dus het is super streng. Zo, de eerste 2 karren zijn binnen. Helaas hadden ze maar eenmaal die goldraketten. Maar dat maakt niet uit. Dat hebben ze toch 2 maal. En dan gaan we zo meteen door naar de Kaufland. Ik hoop dat ze daar de Bloody Mary wel hebben. Maar daar gaan we wel vanuit. We zijn in de volgende winkel en jullie geloven het nooit. Draai eens om. De Bloody Mary. Kijk. Hoe vaak? Prachtig. 5 keer. We hebben hier ook een Gorilla Attack zoals jullie kunnen zien. Dus dat is keihard. 5 stuks. Vorig jaar waren we helaas te laat. En nu deze jonge kerel heeft ook Bloody Mary's. Ja, iedereen staat ze natuurlijk gelijk. We gaan ze afrekenen op naar de Aldi. Wacht even, what the fuck. Welke winkel gingen we ook weer naartoe? Misschien die rechterkassa, man. Let's go. Yes, we zijn bij de Kaufland geweest net. Jullie hebben kunnen zien. Normaal gesproken zijn de Bloody Mary's helemaal uitverkocht en de Gorilla Attacks. Maar we hebben toch een aantal Bloody Mary's kunnen scoren. En een aantal Gorilla Attack. Dus dat is super nice. Op dit moment zitten we te genieten van een croissant. Hier is minder druk zoals jullie kunnen zien. We gaan nu op dit moment onderweg naar de Aldi. En daar kan je Reno's kopen. Dus daar gaan we weer inslaan. Let's go. De Aldi. Ja, ook allemaal weer Nederlandse kentekens. Vorig jaar stonden we hier en nu staat er een auto op die plek. Hmm. Er staat geen rij. Dus we gaan hem parkeren. En dan gaan we naar binnen. Andere karretjes van de Aldi binnen, moet je kijken, dat zijn weer 2 volle karren. Hij gelooft niet dat het er 36 zijn. Volgens mij wel. Maar deze, die dit is meer dan kat 1, man. Ja. Van die karren. Zo, dan hebben we eigenlijk gewoon 4 karren vol, zoals jullie kunnen zien. We zien zo meteen eventjes die achterbak vol. En laat ik precies zien, want die hele auto zit vol. Dit gaat niet meer passen. Dit gaat niet meer passen, man. Dit gaat sowieso niet passen. Huh? Dit gaat sowieso niet passen. Maar we hebben hier echt serieus 60 vol, man. Maar dat is wel een project. Ik heb laatst zien man. 36 Reno's. Ja, ik moet eerst jouw karretje hebben, man. Zoveel hebben we, mensen. Gewoon 4 karren vol, hè. Ik denk niet dat dit gaat passen in de auto, man. Dat is ook echt zin.
Hoe gaat dat passen, man? Dit is eigenlijk alles wat we op dit moment hebben. Er zijn wel vier karren helemaal vol. Hier ligt alles. Daarachter, op de achterbank, ligt nog allemaal cakes, zoals jullie kunnen zien. Wat een hoop hebben we, man. Hier ligt een hele kofferbak vol. Er past echt niks meer bij. Echt niks past daarbij. Hier heb je bijvoorbeeld een karretje helemaal vol. Daarachter heb je allemaal cakes die nog staan. Moet je kijken wat je aan het doen bent, man. Ik geef de camera even daar naartoe. Moet je kijken. Helemaal vol. Ja, andere. Hier heb je nog een karretje die helemaal vol staat. En nog pijlen. Ik zou niet weten hoe dat er nog bij past, man. Ik heb geen idee. Moet je checken. Wordt allemaal het autootje ingeladen. Achterbak, hier zo, man. Check het, boem. Kijk die achterbak. Waar gaat dit passen? Hij zit helemaal vol. Oh, dan moet er ook nog bij gaan. Dit is hem in totaal geworden. De karretjes zijn leeg. Kijk nou, daarachter. Tot de top vol. En hier ook. Kijk dan. Kom nog altijd omhoog. Ja, we zitten weer in de auto. Als jullie een beetje achter mij zien, dan zien jullie dat er echt niemand meer zou achter kunnen zitten. Of dat er niemand meer achter zou kunnen zitten. Klopt. En de achterbak zit helemaal tot de nok aan vol. En deze jongen naast mij die zit een beetje over in of we misschien boven de 25 kilo uitkomen. Daar mogen jullie in de comments even een reactie over plaatsen. Denken jullie dat het meer of minder is dan 25 kilo? Laat het even weten in de reacties, ik ben super benieuwd. Ja, we gaan zo meteen natuurlijk onderweg naar Nederland. Op dit moment staat er een dikke file. Maar dat is eigenlijk altijd wel zo. Maar zodra we daar op dat puntje zijn, kunnen we zo de snelweg op. Dus daar staan we op wachten. En eigenlijk is het zo meteen natuurlijk, als we thuis komen, ga ik deze video editen voor jullie. Dat die online komt ook op tijd. En dat we daarna gewoon de winkels in Nederland gaan bezoeken. Want we hebben daar nog een aantal leuke bestellingen lopen. Zeker. En die moeten natuurlijk ook gehaald worden. Dus dat is eigenlijk alweer de volgende shopvideo. Maar als jullie een beetje het vuurwerk hebben gezien in de achterbak daarnet, dan weten jullie wel dat de collectie dit jaar echt heel erg gruwelijk wordt. En ook al met het oog op de collectie van vorige week die online was, gaan we een hele grote totale collectievideo online zetten voor jullie. En die zal één deze dagen online komen. In ieder geval voor oud en nieuw nog. Dus daar kunnen jullie op wachten. En zoals ik al eerder zei, ik hoop dat jullie een like achterlaten. Want 5000 likes zou echt heel erg gruwelijk zijn voor deze super collectie. En we hebben alles binnen. Eigenlijk het enige wat we niet hadden kunnen halen waren de goldraketten. Hij heeft ze wel en ik niet. Maar dat maakt niet per se uit, jij hebt ze namelijk wel. Ja, jij had ook. Eigenlijk alleen de goldraketten die waren er niet. En voor de rest hadden ze gewoon alles. Dus ook de Bloody Mary, de Gorilla Attack. Daar waren we wel heel blij mee. Alligator. En voor de rest van alle pijlen zitten gewoon erop. Dus we gaan nu even terug en dan zie ik jullie zo meteen weer, hè. Op dit moment zijn we weer thuis na een lange reis terug. We hebben geen controles gezien of zo. We zijn op dit moment weer terug. Lekker thuis. Ik ga denk ik even bij slapen. En daarna gaan we door om naar de Nederlandse winkels te gaan. Die video zien jullie binnenkort. Vuurwerkshop in Nederland komt er natuurlijk aan. Jullie hebben ongeveer wel kunnen zien wat we hebben van Duitsland. Maar binnenkort komt er ook een totale collectievideo. Laat even weten in de reacties of jullie ook naar Duitsland gaan of al zijn geweest. En wat jullie bijvoorbeeld hebben gehaald, hoe jullie ervaring was. Ben ik erg benieuwd naar. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Waarschijnlijk gewoon morgen. Later.